Wij houden veel meer van slachtoffers die niet strijdbaar zijn, maar zielig. En wat Natasja Kampusch heeft gedaan, denk ik, die heeft dat klassieke slachtofferbeeld met voeten getreden. Waarom houden Nederlanders meer van daders dan van slachtoffers? De Universiteit van Nederland presenteert criminoloog professor Dr. Jan van Dijk. Het is precies 40 jaar geleden dat ik als pas benoemd AJO aan de Universiteit van Nijmegen besloot om onderzoek te gaan doen naar slachtoffers van geweldmisdrijven. En ik dacht dat het een goed idee was om dan te beginnen met een analyse te maken van 100 recente rechtbankdossiers van geweldmisdrijven. Maar dat viel tegen, want het bleek namelijk al heel snel dat er in die rechtbankdossiers helemaal geen informatie stond over slachtoffers van misdrijven. Het slachtoffer was in die tijd nog helemaal een non-person in het strafrecht. Dus ja, dat was een teleurstelling. Ik dacht mijn eerste onderzoek en meteen mislukt. En ik besloot om het er niet bij te laten zitten. Maar ik ben toen naar de politie gegaan en vroeg, kunt u mij namen en adressen geven van mensen die recent slachtoffer zijn geworden? Nou, privacybescherming bestond toen nog niet, dus ik ging inderdaad aanbellen. En dat ging ook niet meteen helemaal van een leien dakje, want een van de eerste interviews die ik deed, dat was met een jonge vrouw die chronisch mishandeld was door haar partner. En ze was net begonnen met haar verhaal te doen en toen kwam er een scheldende man uit het belendende kamer. Dat was de dader. Want in die tijd wist ook de Nijmeegse politie absoluut, had nog nooit gehoord van een huisverbod voor een mishandelende partner. Daarna gingen die interviews eigenlijk wel heel erg goed, zelfs ietsje te goed. Ze duurden namelijk vaak heel erg lang. Wat bleek namelijk, wij waren eigenlijk de eerste waaraan die mensen hun verhaal kwijt konden. De politie had geen belangstelling voor ze gehad. Van de hulpverlening hadden ze überhaupt helemaal nooit iets gehoord. Dus wij waren eigenlijk de eerste die interesse toonde in wat hun was overkomen en wat de impact van het misdrijf op hun leven was geweest. En daar is eigenlijk de kiem gelegd voor wat mijn levenslange fascinatie is geworden met slachtoffers van misdrijven. En dan vooral ook met slachtoffers van misdrijven als een vergeten groep van de verzorgingsstaat. Een hele bekend slachtoffer, je zou haast binnen kunnen zeggen een sterslachtoffer, u kent haar misschien wel, Natasja Kampusch. Een meisje in Wenen die op haar tiende jaar van straat gepikt werd door meneer Priklopil en door hem bijna 8 jaar lang in een kelder onder zijn huis opgesloten heeft gezeten en is misbruikt. Aanvankelijk ging er, het ligt ook voor de hand, een golf van ontzetting en mededogen met deze jonge vrouw door Wenen en ik mag wel zeggen door de hele wereld. Ongeveer een week nadat zij uit die kelder was ontvlucht, gaf zij een interview, wat ook op de Nederlandse televisie is geweest. En daar wou ik een kort fragment van laten zien. Van het eerste interview met Natasja Kampusch. Wie war das erste Wiedersehen mit ihren Eltern? Ja, also das Komische war, dass meine Eltern sowie sämtliche Verwandte mehr geweint. Also sie haben geweint und mich umarmt und gedrückt. Und ich weiß nicht, in dem Moment. Und Sie brauchen ein bisschen, um das zu realisieren. Ja, sicher, weil Sie haben mir erzählt, dass Sie ein paar Tage bevor ich im floh, noch eine Genehmigung beantragt haben, um nach meiner Leiche zu graben oder so. Und Sie haben schon die Hoffnung fast aufgegeben. Dazu muss ich noch sagen, meine Mutter hat die Hoffnung nie aufgegeben, dass ich noch lebe. Het merkwaardige met dit interview is dat vrij kort daarna de stemming omsloeg. Dat eerst was er veel sympathie voor haar en mededogen, maar bijna de volgende dag al begonnen de kranten negatief over haar te schrijven. En wat er daar met name gebeurd was, is dat zij niet alleen overkwam als een hele krachtige persoonlijkheid, iemand die het duidelijk overleefd had, iemand die ook zei, ik heb zelf niet gehuild toen ik mijn ouders voor het eerst ontmoette. Maar bovendien werd bekend dat zij
voor het geven van dit interview scherp had onderhandeld over de prijs. En ik denk dat dat iets is wat wij in onze westerse cultuur van slachtoffers niet verwachten. En dat dat ook het punt is geweest waarop eigenlijk de stemming helemaal omsloeg. En dat ging zelfs zo ver dat allerlei kranten in de Kronenzeitung in Oostenrijk, maar ook de Daily Telegraph en in Nederland de Telegraaf, gingen eigenlijk suggereren dat zij helemaal geen slachtoffer was. Dat zij waarschijnlijk vrijwillig met meneer Priklopil op de tiende meegegaan was. En dat we haar eigenlijk meer zouden moeten zien als een mededader of een oplichter. Telegraaf voelde dat goed aan. Het bleek dat zij een keer met meneer Priklopil op een ski-uitstapje was geweest. En zij was toen niet meteen ontsnapt. En dat was wel het bewijs dat zij dus geen echt slachtoffer was. En het slot van dit artikeltje is dan ook dat de Weense politie laat inmiddels al doorschemeren steeds meer twijfels te hebben over het onvrijwillige karakter van Natasja's 8-jarige opsluiting in het huis van Priklopil. Een onvoorstelbare statement als je weet wat daar gebeurd is. En de Telegraaf stond daarin beslist niet alleen. In andere kranten werd ook eigenlijk Natasja als medeplichtig gepresenteerd aan haar eigen ontvoering en jarenlange misbruik. Nou, hoe is dat nu te verklaren? Waarom werd er zo gereageerd op Natasja? En om dat te begrijpen wil ik u uitnodigen om eerst het woord slachtoffer eens in de mond te nemen. Wij noemen zulke mensen slachtoffers. Wat zijn de beelden die bij u naar voren komen wanneer u het woord slachtoffer hoort? Lam Gods, dan zijn we al heel nabij. De Maya's. De Maya's, een offer, een mensenoffer. Een lammetje op het hakblok waarvan de keel is afgesneden in het kader van een religieus ritueel. U zult het met mij eens zijn, dat is toch een rare benaming voor iemand die slachtoffer is geworden van een roofoverval of van een inbraak. Is dat misschien iets van de Nederlandse taal? Iets vreemds in onze taal? Opfer, in het Duits, precies hetzelfde. In het IJslands, en dan kom ik helemaal bij het Lam Gods. In IJsland heet een slachtoffer een fornarlam. Een offerlam. En in het Engels gebruiken we het woord victim, in het Frans victime. Maar ook dat gaat terug namelijk op het Latijnse woord victima. En dat betekent slachtoffer. En ik heb met wat studeren in de bibliotheken gemerkt dat in alle westerse talen, er is er niet één uitgezonderd, worden gedupeerden van misdrijven aangeduid met dat begrip slachtoffer. En in de niet-westerse talen, bijvoorbeeld het Chinees, is dat niet zo. In het Chinees zijn er drie karakters en die betekenen de schade ontvangende partij. Een volstrekt neutraal begrip. Niets van slachtofferschap. Het feit dat het dus universeel is in de westerse talen en exclusief, dat geeft al een beetje aan waar u de oorsprong hiervan moet zoeken. Dat heeft duidelijk iets te maken met onze christelijkheid, met het christendom. En inderdaad, ook als je het Nederlandse woordenboek van de Nederlandse taal daarop openslaat, dan zal je zien dat de eerste menselijke figuur waarvoor het woord slachtoffer wordt gebruikt, is Jezus Christus. Calvijn noemde Jezus Christus het slachtoffer van onze zonden. En ook in de katholieke religie is inderdaad het Lam Gods al eeuwenlang een aanduiding, een eretitel voor Jezus Christus. En wat ik denk dat er is gebeurd, zo in laat 17e, 18e eeuw, is dat in alle talen men op een gegeven moment door de vermenselijking van het Jezusbeeld in het lijden van medemensen, het lijden van mensen die een ramp hadden meegemaakt of een ernstig misdrijf, dat men daar in het lijden van Jezus Christus herkende. En dan gaat men in de 18e eeuw in alle westerse talen gedupeerden van misdrijven en rampen aanduiden als slachtoffer. En dat is dus eigenlijk een generalisatie van die eretitel voor Jezus Christus. Het slechte nieuws is dat er vanwege die associatie met Jezus Christus ook hoge verwachtingen zijn voor het slachtoffer. Het slachtoffer in onze cultuur moet zijn lijden lijdzaam dragen. Moet lijden in gelatenheid. Jezus Christus protesteert niet, ervaart het lijden. Volgens Nietzsche zelfs omhelst hij het lijden. En heel belangrijk ook van die associaties met Jezus Christus is dat Jezus Christus reeds aan het kruis
zijn zondaren vergeving schonk. O Heer, vergeef hen, zij weten niet wat zij doen. En het hele nieuwe evangelie staat vol met wat ik de christelijke vergevingsmoraal noem. Dat is misschien wel de centrale boodschap van het Nieuwe Testament. Nou, voor mensen die slachtoffers zijn geworden van een ernstig misdrijf, denkt u even aan Natasha Kampusch, leg je de lat wel heel hoog wanneer je van hun verwacht dat zij meteen vergeving gaan schenken. Toch is dat eigenlijk wat wij in onze cultuur verwachten. En een duidelijk voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Amish community in de Verenigde Staten. De Amish zijn nazaten van ook van de Nederlandse Mennonieten, van de doopsgezinden. En die leven heel sterk in het besef dat je in je leven je eigenlijk moet richten naar het voorbeeld van Jezus Christus. Wat gebeurt er in de Amish community wanneer er een ernstig misdrijf is gepleegd? Bijvoorbeeld zo'n shooting op een schoolplein. Dan gaat reeds de volgende dag gaan de belangrijkste senioren, de ouderen van die gemeenschap, gaan naar het huis van de dader om vergeving aan te bieden. Dat is de eerste reflex binnen de Amish community. En de Amish weigeren ook, wanneer zij slachtoffer zijn geweest van een misdrijf, om als getuige op te treden in een strafproces. Zij zeggen, wij bieden in navolging van Jezus Christus vergeving aan en wij doen niet mee aan strafprocessen, want dat is niet christelijk. Een extreem voorbeeld, maar ook bijvoorbeeld in de katholieke kerk zie je hoe belangrijk die vergevingsmoraal is wanneer je denkt aan paus Johannes II. Daar is een moordaanslag op uitgevoerd. Enkele maanden daarna zocht de paus reeds de dader in de gevangenis in Rome op. Hij liet ook weten wat hij daar ging doen. Hij ging vergeving aanbieden aan degene die hem gepoogd had te vermoorden. Hij ging niet vragen naar de motivaties, hij ging hem niet confronteren, hij ging daar naartoe om volledige, onvoorwaardelijke vergeving aan te bieden. Omdat hij dat ook als paus zag als het goede voorbeeld voor de wereld. Nou, mijn stelling is dat wij, hoe mooi die associatie met medelijden en met mededogen en erbarmen en liefdadigheid ook is, dat wij de slachtoffers van misdrijven in onze cultuur wel opzadelen met een hele zware vergevingsplicht. En hebben bijvoorbeeld veel vrouwen ook die door een partner mishandeld werden, die hebben altijd te horen gekregen van de pastoor, van de dominee, denkt u toch vooral aan uw gezin en vergeef de dader. Dat is altijd de respons geweest naar slachtoffers van misdrijven toe. En ik denk dat we daar toch ook de oorzaak in moeten zoeken. Van die negatieve reactie op Natasha Kampusch. Wij houden eigenlijk niet van strijdbare slachtoffers. Dat vinden wij verdacht. Wij denken, we gaan hier toch niet wraak zoeken. Wij houden veel meer van slachtoffers die niet strijdbaar zijn, maar zielig. En wat Natasha Kampusch heeft gedaan, denk ik, die heeft dat klassieke slachtofferbeeld met voeten getreden. En dat wekt enorme woede op. En daarom zie je die omslag van medeleven in afgrijzen. En ik denk dat dat iets is wat ons allemaal aan het denken zou moeten zetten. Of wij niet zelf ook toch die reflexen, die impulsen nog in ons hebben wanneer wij geconfronteerd worden met slachtoffers van criminaliteit. Inmiddels heeft natuurlijk het christelijke denken heeft die totale greep op het leven van westerse mensen grotendeels verloren. We leven in een geseculariseerde maatschappij. En mijn vraag voor het volgende college is, die ruimte die er geboden is door een wat lossere manier van denken over het slachtoffer, hoe is die ingevuld in de verschillende landen in de wereld en met name ook in ons eigen land?